Hey allemaal, Noelle hier, jullie video range van Burgershow. Mij staat vandaag weer een challenge te wachten. Ik sta hier vandaag in de bloedhete bush. Vandaag is mijn challenge met Christian. Dus we gaan hem nu opzoeken voor de challenge. Hey Christian. Hey, hoi. Hey, ben je weer klaar voor een nieuwe challenge? Ik wel, maar jij? Ik weet niet. De ene keer is het makkelijk bij jou en de andere keer, tja, maak je me best wel lastig. Ik heb weer een leuke uitdaging voor je. Je hebt weer een leuke uitdaging, top. Maar misschien ga ik wel een beetje helpen. Lukt het jou om samen met een dierverzorger binnen 30 minuten minimaal 15 vogelsoorten te spotten in de bush? Nou, ik heb een klein middeltje voor je om iets makkelijker te maken. We hebben nou een leuk gidsje. Daar staat een plaatje met alle vrijlevende soorten. Dan heb je een beetje een idee waar je naar moet kijken. Want je moet ze niet alleen spotten, je moet natuurlijk ook weten welke soort het is. En wanneer gaat mijn tijd dan in? Ik zou zeggen nu. Oké, okay, ik zag er dus al eentje. Een fel oranje, klein. Voor mij lijkt het op een musje. Dan zie ik hem hier. Oh, ik mag van deze pagina kiezen. Ik hoef gelukkig niet vijf pagina's af te gaan. Nou, die staat niet heel veel de, op. Nee, precies. Is het een... Ik weet niet precies of hij deze groot had, maar is het een... Foddy? De Foddy? Ja, dus de Madagaskar Fod. De Madagaskar Fod. Oké, okay, op naar de volgende. Ik zal het even turtles worden. Ja, dankjewel. Oké, okay, Christian. Ik zie een hele grote blauwe. Daar. Ja. Heel goed. Niet te missen. Hij loopt hartstikke hard weg. Maar wat is het? Wat is het? Het is een Victoria kroonduif. Check. Oké, okay. Nummer 2. Maar er was er nog één. Er liep een kleintje naast. Oh, die is daar. Ik zie er daar nog één. En dat lijkt op een duif voor mij. Wat het absoluut niet is. Hij kan lopen, groene veren. Ik zie een rode kuif. Nee, ik zie geen rode kuif. Dan zou ik zeggen een manenduif. Of... Nee. Maar hij heeft niet van die lange veren aan de hals. En de kop is ook niet groen natuurlijk. Kijk naar de kleur van de buik. Klein beetje rood. Dan kan het een groenvleugelduif zijn. Nou, dat is hem. En ik vond het al op een duif lijken. Dus het is familie van de duif. Ja, en daar zag ik de... Oké, hij had een fel oranje streep op het lichaam. Ja, en waar op het lichaam? Het op de buik. Weet je zeker? Ik dacht dat wel te zien, ja. Je zag het toen hij wegvloog, hè? En je kon de buik niet zien toen hij wegvloog. Oh, ja, ik zie het. Op de rug. Dat is de roodrug buidelspreeuw. Yes. Oké, nog één. Woehoe. En dat is... Is het een sneeuwkap roodborststapuit? Helemaal goed. Yes. Dit is best wel een pittige challenge. Christian, geef toe. Ja, maar ja, je moet ook goed kijken, hè. Maar het probleem is, je kijkt en je loopt. En je moet je observeren. Gebruik al je zintuigen. En kijk in elke laag van de begroeiing. Ze vliegen zo snel voorbij, dat is niet te geloven af. Ik zou zeggen dat het gewoon musjes zijn. Ik zie een... Een donker, heel klein vogeltje. Is het dan misschien de Monceratropia? Nee. Oké, deze is echt heel lastig. Jacarina goors? Ja, dat is hem. Ah, oké. Christian, hoe lang heb ik nog? Nog 1 minuut. Nog 1 minuut, oké. Je kunt hem opzoeken, maar je tijd is om. Oké, jammer. Ja. Maar ik vond het best wel lastig dat je gewoon... heel vaak dezelfde vogels tegenkwam. Ja, maar op de laatste 5 meter ben je gewoon langs 2 soorten opgelopen. En die heb jij wel? Ja, en ik hoorde de ene. En dan luister ik, waar komt het geluid vandaan? Oh, daar zit die. Oh, die hebben we nog niet gehad. Mijn strategie was om best wel hard te lopen en ondertussen gewoon de meeste vogels te spotten. Maar voor vogels spotten, jongens, moet je dus al je zintuigen gebruiken. Eigenlijk is het beste om gewoon stil te gaan staan en heel goed te luisteren naar geluiden. Ik heb zeker 20 soorten gespot in de tijd. Jij hebt ze ook gespot. Ja. En ik heb ze niet allemaal gespot. Dus het kan beter. Dus ik zou zeggen, probeer het ook in de bush. Wat is mijn tegenprestatie? Ik heb hele mooie flappen die gewassen moeten worden. Dan loop ik de bezoek ze altijd door en langzaam worden ze vuil. Top! Ja, lekker poetsen. We gaan weer lekker poetsen. Oké, kijken welke flappen moet ik nou precies schoonmaken, Christian? Die flappen. Get for Daddy. Heel goed, van boven tot onder. Vooral onderaan is meer puntjes ook niet vergeten. Helaas heb ik dus niet in 30 minuten 15 vogelsoorten kunnen spotten. Ik heb zeker weer wat over vogels geleerd die ik nog niet kende. En ik hoop jij ook. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal. En dan hoop ik dat je volgende week weer kijkt. Doei doei!